Goedemorgen of goedemorgen vanuit Berlijn in Duitsland. Het is veel te vroeg, het is 6:15 ochtends. En ik ga vanaf hier richting Groningen. En dat doe ik op de snelste manier, want ik moet vanmiddag op stage zijn in Groningen. Dat doe ik via Hannover en via Leer. Het wordt een leuke reis, wel vroeg dus. Dus ik ga eerst nog even wakker worden. Ga je mee? Aangekomen op station Berlin Hauptbahnhof. Vanaf hier neem ik dus de Intercity Express in de richting van Hannover. Het wordt gereden door ICE 2 treinstellen, dat zijn deze. Het is een ochtendspitsrit, ik weet niet precies, ik reis eigenlijk nooit in de ochtendspits in Duitsland, dus ik weet niet hoe druk ze zijn. Daarom heb ik voor de zekerheid dit stukje gereserveerd tussen Berlijn en Hannover. Als je dat via de ÖBB doet, dus niet via de Deutsche Bahn, dan kost het maar 3 euro, maar dan kun je alleen per trein reserveren. Bij de Deutsche Bahn kost het reserveren bovenop je Interrail dus van een zitplaats 6 euro. Maar dan is het voor je hele reis. Dus als je meerdere plekken hebt en meerdere treinen hebt, dan kan het in één reservering. En daarnaast kun je bij de Deutsche Bahn ook kiezen wat voor een plek je wilt. Bij de ÖBB niet, dan krijg je gewoon een plek toegewezen. Maar goed, maakt voor mij niet uit. 3 euro voor dit stukje reserveren, dat was prima. Dus geen stappen voor de richting naar Hannover. Anschlusszüge achten Sie bitte auf die örtliche Lautsprecheransage am Bahnsteig. Vielen Dank. En met de ICE aangekomen in Hannover. De ICE 2 is absoluut niet mijn favoriete ICE-type. Het heeft andere stoelen dan de andere ICE's en ik vind ze niet zo fijn. Ze zitten heel erg hol in de rug. Ik kan er geen fijne zithouding in vinden. Dus ik ben blij dat ik kan overstappen. Op deze Intercity 2 van de Deutsche Bahn, dat zijn dubbeldekkers. Niet iedereen vindt die dan weer fijn zitten. Ik vind dat eigenlijk wel prima treinen. Deze trein neem ik naar Leer. Gaat over Bremen en in Leer kan ik overstappen op de bus naar Groningen.
De Intercity tussen Hannover en Leer is voor een deel ook een regionale trein. Namelijk tussen Bremen en Emden. Daar kun je ook gewoon met een Niedersachse ticket of een queer door land ticket reizen als je dat wil. Maar dus het stuk tussen Bremen en Hannover niet meer, dan is het echt een Intercity. Een stuk dus tussen Bremen en Leer betekent ook dat we wat extra vaak stoppen. En dat we af en toe aansluiting bieden op regionale treinen. Daardoor is de dienstregeling wel wat ruimer. En zal ook weer gunstig voor ons overstappen. We zijn nog steeds op tijd. Dat is wel fijn. Deze treinen in City 2 komt ook catering langs. Is wel vrij beperkt. Dus een kopje koffie of thee en een klein broodje, dat heb je wel. Maar verwacht hier geen curryworsten of chili con carne. Daarvoor moet je met de Intercity, de gewone Intercity of met de ICE. Hier erreichen Sie schon den Intercity nach Norddeich-Mole über Norden-Norddeich. Voraussichtliche Abfahrtzeit 11.31 Uhr, Gleis 2, das ist am selben Bahnsteig gegenüber. Und an den Bus nach Groningen vom Bahnhofsvorplatz. Ausstieg ist dann in Fahrtrichtung rechts. Wir verabschieden uns von allen Fahrgästen, die leer aussteigen. Danke für die Reise mit der Deutschen Bahn. Auf Wiedersehen. Ihre nächsten Anschlüsse, Distrikt 2206 nach Norddeich-Mole über Emden, Abfahrt 11.09 Uhr, heute circa 20 Minuten später von Gleis 2 direkt gegenüber. Geheel op tijd aangekomen op het station van Leer. Mag ook wel eens gezegd worden, de reis vanaf Berlijn hier naartoe met de Deutsche Bahn ging eigenlijk geheel volgens dienstregeling. Dat is ook wel eens lekker. Ik heb de laatste tijd sowieso vrij weinig problemen met de Deutsche Bahn. Altijd wel even zorgen dat je minimaal een kwartiertje overstaptijd hebt. Maar als je dat hebt, gaat het eigenlijk altijd wel goed. Dus wat dat betreft heb ik eigenlijk weinig te klagen. Vanaf hier vertrekt de treinvervangende bus naar Groningen. Normaal gesproken, of normaal, inmiddels is het eigenlijk niet normaal meer, want in 2015 is de brug tussen hier Leer en Wener kapot gevaren door een binnenvaartschip. En die brug ligt er al sindsdien uit. De Duitsers zijn inmiddels wel begonnen met het bouwen van een nieuwe brug. Dat is 2 jaar geleden inmiddels al gestart. Maar het duurt nog wel ruim 1,5 tot 2 jaar voordat die brug af is. Eind 2024, begin 2025 hopen ze er weer treinen overheen te kunnen rijden. Maar de bus tussen hier en Groningen, die eens per 2 uur rijdt, die is eigenlijk ook wel sneller dan dat de trein vroeger deed. Dus dat is wel grappig. Als de trein straks weer rijdt, dan het zal niet heel veel schelen. Maar die zal wel ietsje langer zijn dan dat het nu met de bus is. Wel wat comfortabeler vind ik. Met een touringcar vind ik toch altijd iets minder prettig. Maar goed, de touringcar vertrekt hier vanaf het vernieuwde busstation in Leer. Ziet er netjes uit, moet ik zeggen. En je kunt ook gebruik maken van je studenten-OV of van een NS-abonnement. Want je kan hier gewoon in- en uitchecken op het station. Dass er Freitag beim Bouldern war. Da habe ich mit Tobi jetzt geschrieben im Moment und er meinte, dass er Freitag spontan beim Bouldern war. Und habe ihn so gefragt. Und was Mensch ist eigentlich? Wird das Auto auch fahren, bis es kaputt geht? Corona und so. Jetzt auf einmal im Schulandheim schlecht im Bus. Aangekomen op het station van Groningen.
De treinvervangende bus van Riva bleek toch het meest vertragingsgevoelig te zijn van de hele reis vandaag. We zijn met een kwartier vertraging aangekomen hier in Groningen. Was ook nog een ongeluk op de snelweg gebeurd. Ook weer wat vertraging erop gelopen. En überhaupt, de bus krijgt 55 minuten van Leer naar Groningen. En ik keek in Leer even van, goh, hoe ver is het met de auto rijden? Dat is ook 55 minuten, dus er zit helemaal geen speling in. En de bus is ook wat trager dan een auto. Dus verwacht wat vertraging als je van deze bus gebruik maakt. Nou, voor mij zat die aan het einde van mijn reis, heeft dat wat minder effect. Maar zeker als je richting Duitsland gaat, is het wel iets waar je rekening mee moet houden. Nou, laten we hopen dat die brug eind 2024 weer in gebruik is. Duur nog eventjes. Dus tot die tijd weet je dat in ieder geval. Ik vond het wel een hele chille reis. Ook al was het best wel vroeg vanochtend om 6:45 in Berlijn. Maar ik heb wat werk kunnen verrichten in de trein. Dat is altijd chill. Treinen waren op tijd. Af en toe is wat te drinken gekregen. Wat dat betreft is het een hele fijne manier van reizen. Het hoeft ook niet eens zo duur te zijn. Ik heb vandaag op Interrail gereisd. Vandaar dat het ook in de eerste klas wel redelijk te doen is. Maar ook in de tweede klas. Vaak zeker als je binnen Duitsland een kaartje boekt. Dus van Berlijn naar Leer. En vanaf daar dan met je overchipkaart verder reist. Kan het vaak al wel voor €20 van Berlijn naar Groningen. Misschien moet ik er een keertje een video over maken hoe je goedkope treinkaartjes kan vinden. Dat is misschien voer voor een andere video. Wil je die niet missen? Abonneer je dan even hieronder. Dan weet je in ieder geval zeker dat je die video niet mist. Vond je dit een leuke video? Laat het dan weten door een blauw duimpje omhoog te doen. Of een leuke reactie achter te laten. En dan zie ik je de volgende keer weer. Tot dan!